Vandaag zijn we getuige van de plaatsing van het tweede fragment van de stadsmuur, die gevonden is in 2015 bij het bouwen van Zinder, het grote gebouw met de parkeergarage. Dus men moest diep de grond in en daar trof men fragmenten aan van de middeleeuwse stadsmuur. 13e, 14e eeuw, dus uit de stadswording van Tiel. Het zijn zowat de oudste fragmenten die we van het oude Tiel over hebben. Eén element hadden we al geplaatst in de Zindertuin. En toen waren er nog twee elementen over. En die zouden alle twee in de shredder gaan, dus in de puinbreker. En met waardevol Tiel zeiden wij toen van, het zal toch niet gebeuren hè, dat dit stuk erfgoed verloren gaat. Eén stuk konden we niet redden, zeg ik eerlijk. Maar het tweede stuk, dat konden we wel redden. Nou is voor zoiets best wat geld nodig. En dat was nog de grootste uitdaging, want het moest ook nog heel snel gebeuren. Dus Ton Schildmans van Waardevol Tiel zei, joh, waarom gaan we niet samen naar Henny van Dijkhuizen, de olie- en benzinemaatschappij? Nou, ik verwachtte er eerlijk gezegd helemaal niks van, want Waardevol Tiel had de degens gekruist met Van Dijkhuizen over de bouw van het tankstation aan de Staatse Straat. En dat was voor ons niet goed afgelopen, voor hem wel. Maar we werden keurig ontvangen, kregen zelfs koffie en na enig heen en weer praten zei meneer Van Dijkhuizen, is goed, zet hem maar neer. Ik zei nog, hoe bedoelt u? Geeft u een bijdrage? Of nee, zegt hij, zegt meneer, ik betaal het wel. Dus zo hadden we een bondgenoot gevonden in de firma Van Dijkhuizen bij ons ideaal om het tweede gedeelte van die stadsmuur te redden. En dat tweede deel van die stadsmuur is als het ware een soort historische stepping stone die we rond de oude binnenstad willen leggen. Sommigen noemen dat ook wel eens de belommerde wandeling, hè? Maar dat is natuurlijk een hele politieke term geworden inmiddels. Maar het is wel waar we naar streven, zodat straks de bezoeker van Tiel en ook de inwoners de kans krijgen om een wandeling te maken langs al die punten en dan meegenomen te worden in de geschiedenis van Tiel. Ik denk dat dat een grote attractie ook kan worden voor onze stad. Hartelijk welkom. Mijn naam is Peter Schipper en ik ben lid en vertegenwoordiger van Waardevol Tiel. Maar waarvoor zou je eigenlijk zo'n fragment bewaren? Dondert het toch in de shredder, zeggen sommige Tielenaren. En dan zeg ik ja, dat is jammer, want dit is een overblijfsel van onze geschiedenis. Dit is een tastbaar monument, een tastbaar onderdeel van wat we samen door de eeuwen heen hebben doorleefd. Van wat Tiel Tiel maakt. Nou, en zo is onze droom gerealiseerd. En kunnen we dit stuk Tielse geschiedenis doorgeven aan toekomstige Tielenaren. We hebben het met z'n allen gebolwerkt, laten we dat zo zeggen. We hebben het met z'n allen voor elkaar gekregen. Ik vond het fantastisch dat u hier bent. Gewoon ook om te onderstrepen dat historie en erfgoed, ja, dat ons dat na aan het hart ligt. En ik hoop dat wij als Waardevol Tiel en samen met de Oudheidkamer nog menig mooi project kunnen realiseren. Dan gaan we nou de bouten plaatsen. Nee, die zit er al in. Schudt die er al in? Nee, jij moet zeggen dat wij een dag vrij hebben. Het is werken dus. Ja. Het is werken, ja. Nou, de rest gaat waarschijnlijk met, daar moet kracht op. Dat gaat niet meer lukken. Oeps!